Er zit daar een verschil in en ik denk dat enkel een man als dat verschil gaan snappen. Zo blij dat zij niet doorheeft wat er speelt en wat er aan de hand is. Goedemorgen, we zijn vandaag vrijdag en ik heb vandaag best goed geslapen. Uiteraard heb ik tijdens mijn dromen. Ja, ging het daar er ook wel over, want dat is wel normaal, want in dromen verwerk je een beetje van wat er die dag gebeurd is. Maar ik weet niet of dat echt wel goed binnendringt. Want soms vergeet je het of sluit je het af of zo. Maar als het binnenkomt, vind ik het vooral gewoon erg voor haar, erg. Niet erg dat ik ziek ga zijn, maar erg dat haar mama ziek gaat zijn. Er zit daar een verschil in en ik denk dat enkel een man als dat verschil gaan snappen. En ik vind het ook gewoon erg voor mijn ouders. En voor mijn broers en mijn zussen, eigenlijk iedereen die heel dicht bij me staat. Om zij mij natuurlijk ziek gaan zien. In beide gevallen. Dus ja, maar we gaan gewoon en niet te veel aan proberen te denken en gewoon de dag doorkomen. En dan dinsdag, ja, gaan we meer weten. Dinsdag is eigenlijk. De dag is wel zot hoe 2024 in zo'n mooi jaar met haar geboorte kan veranderen in een jaar waar en ik het nieuws krijg, zegt dat. Deze meid is nog maar net 4 maanden. Dat doen we nu al. Meemaken dat je mama gaat ziek worden. En ik weet, ja, ze had daar normaal niet veel herinneringen aan ook houden, denk ik. Dat. Daarnet kwam de postbode langs en hij had een pakketje vast en hij liep aan mijn deur en ik dacht. Ik heb toch niks besteld? En ik ben echt niet zo'n overconsumer dat ik niet meer weet dat ik dingen heb besteld. Maar nu herinner ik me dat ik een tijdje geleden met mijn Orange Deals kon ik tussen verschillende dingen kiezen. En een van die dingen was dus een wasmiddel van Klaar. En het is dat is toegekomen en de postbode was wel echt zo, amai, daar ruikt heel mijn auto ruikt ernaar. Dit staat erop. Planet B en dan Future of FMCG. Geen idee wat dat betekent. En ik ga het pakje nu opdoen. Het ruikt echt super lekker. En het ziet er zo'n doosje uit die door mijn brievenbus kon als ik niet thuis was. Dus, kijk hoe mooi dit eruit ziet. Hey wonderful friend, Orange Belgium has, heeft een verrassing voor jou. Een ecologisch product bomvol natuurlijke en zachte ingrediënten. Deze flyer bevat zaden, plant het, geef het regelmatig water, draag er zorg voor en geniet over een paar weken van prachtige bloemen. Dus dat ga ik waarschijnlijk wel doen. En dan hier een doos vol wasstrips voor stralende kleuren en een schone planeet. Plastic free, biodegradable, perfect clean en dissolvable. Ik heb al ervaring met strips, namelijk met die van. Hoe noemt dat maar? Ik heb er zelf gekocht op mijn webshop.
van Brouws. Die voorraad van mij was op. Dus ik ben heel blij dat ik nu deze kan gaan testen. Heel benieuwd. En blijkbaar zijn die doosjes ook fully recycled en recyclable. Staat erop, this box is fully recycled and recyclable, but you don't throw it away just yet. Think about it. We only used it to ship your Klaar products. Maybe you can use it for something else. And to keep some love letters inside, maybe turn it into a present for somebody else. Boxes have dreams too, you know? That is so fantastische marketing, echt. Heerlijk. Ik ga ook de doos bijhouden, want ja, Vinted pakjes of zo. Of geen idee. Iets. Het ruikt echt heerlijk. Het ergste is echt mijn gedachten. Ik ben sowieso al iemand die echt zo die hele dag door scenario's bedenkt. En rampscenario's en goede scenario's. En nu heb ik dat ook. En dan gaan mijn gedachten gewoon verder naar onderwerpen waar ik liever nog niet wil over nadenken. En waar ik hopelijk ook nooit moet over nadenken. Namelijk dingen zoals wat moet er mij ook gebeuren. Mocht ik hier niet meer zijn. En ik wil er liever niet over nadenken. Ik hoop ook dat ik daar nooit echt over ga moeten nadenken. Ik ga met mijn zus gaan wandelen. Even wat quality time. En ook ja, gedachten verzetten. Kijk hoe mooi ze is. Met de trui. Want ze is buiten niet zo fijn. Maar ik even klaar met hoe zo onfair het leven is. Ik ben 30. Mijn leven is nog maar net echt gestart. Ik heb net een dochtertje. Ik ben bewust alleenstaande mama. En nu gewoon deze situatie. Zo unfair. En ja, oké. Okay. Ja, het is altijd unfair, maar toch. Het is altijd unfair. Zo blij dat ze echt niet doorgevat dat er speelde wat er aan de hand is. Ze denkt, oeh, ik zag knuffels van mama. Of, laat mij los, mama. Deze situatie is echt gewoon kut. Echt zo kut. En wel vloek ik niet vlogs, maar ik heb er geen om te vloeken, denk ik. Iets anders, mocht je weten hoe het nu met mij gaat, want de vlogs komen natuurlijk een stuk later online. En als ze gefilmd zijn, nog een beetje achter zit. Kijk, op mijn Instagram, ik denk dat ik die dan wel die had hebben online. Het is echt zo rot. Ik wil ook gewoon weten waar ik aan toe ben, waar wij aan toe zijn. Het gaat een lange, nog een lang weekend worden, een lange maandag. Een lange dinsdag tot 3:30. Mijn nieuws die opnieuw mijn leven op zijn kop gaat zetten, maar nu weet ik tenminste dat er nieuws komt die mijn leven op zijn kop gaat zetten.
In welke vorm dan ook. Hoe dat het ook evolueert. En nu weet ik nog niet echt op wat ik mij moet voorbereiden. En het voelt zo raar, want lichamelijk voel ik me nog heel dezelfde als gisteren en eergisteren en de dag daarvoor. Maar mentaal is het echt gewoon een puinhoop. Mijn gedachten dwalen gewoon alle kanten uit. En ik ben positief en ik wil ook positief zijn, maar toch ga alle scenario's door je hoofd. Ze weet het niet, maar zij is mijn allergrootste emotional support op dit moment. Ik ben weer geleerd. Nooit googlen. Nooit googlen. Ik denk dat ik nog even TikTok ga kijken als therapie. Ik ben even niet goed van wat ik heb gevonden tijdens het googlen. Ondanks de Google-sessie van gisteravond en de traantjes die daarop volgen en de zorgen die daarop volgen, heb ik toch goed kunnen slapen. We zijn trouwens vandaag zaterdag en vandaag ga ik naar Refresh van Roen om gewoon ook even mijn gedachten te kunnen verzetten. En dit meisje helpt mij ook wel op mijn gedachten te verzetten. Want het is soms moeilijk en nu heb ik ook nog iets anders om me zorgen te maken. Want ze drinkt maar 3 flesjes. Ze heeft gisteren, als ik ze niet meer had wakker gemaakt, om 10:30 ging ze maar 3 flesjes gedronken hebben die dag. Dus ik heb eens gestuurd naar mijn verpleegster van kind en gezin. Wat dat ik moet doen, of dat oké is. Want ja, ze slaapt tot 7:45, dan krijgt ze direct als haar flesje. Allee, ze slaapt dus tot rond 8:00, dan krijgt ze direct haar flesje van 200 meestal. Dan om 12:00 wil ze nog een flesje, dan krijgt ze nog een flesje. Nee, ze drinkt er mee. Om 4:00 drinkt ze dan nog één. En om 7:00 drinkt ze ook nog één. Dus ze drinkt er wel sowieso 4 op een dag. En ik heb haar nog een keer wakker gemaakt voor een 5e. Wow. Ik kon niet meer tellen. Dat is goed, denk ik. I don't know. We gaan vertrekken naar Refresh. Het wordt spannend, want ik heb nog nooit langer dan een 30 minuten, denk ik, ermee in de auto gezeten. Dus we zullen zien hoe dat gaat. Hey, ze heeft thuis niet meer gedronken, dus ik dacht ik ga op een snelwegparking stoppen om haar te laten drinken. Maar ik heb een beter idee. Want uur best moet drinken, nu ongeveer. Zag ik een afrit naar Expo, IKEA. Dus ik dacht, we gaan gewoon hier haar melkje doen. Hier zijn er zeker faciliteiten voor melk op te warmen. En ondertussen kan ik hier ook eten. Normaal hebben we wel tijd genoeg, want ik ging toch sowieso te vroeg zijn. Nu. Het enige is dat wel best druk is aan de IKEA. En nog een voordeel, ik kan hier gratis in het toilet. Kan hier ook heel gemakkelijk pamperverversen. Eigenlijk gewoon de top oplossing. We zijn in Vilvoorde aangekomen. De rit is goed gelukt. Ook heeft gewoon constant geslapen bijna.
Het was gezellig en het was leuk om iedereen van groen terug te zien. Degene rijdt ging ook echt super met de auto. Ze heeft geslapen. We zijn dan even gestopt aan IKEA om daar, zodat ik kon eten, zodat zij kon eten. Allee, zodat zij kon drinken. Dan zijn we verder gereden naar Velvoorde. Maar in terugkeer was het andere verhaal. Ze was redelijk moe. Ze heeft dan geslapen. En ik dacht, oh ja, het is nu ongeveer tijd voor haar melkje. Laten we stoppen aan een wegrestaurant. Dus ik heb haar melkje gevraagd of ik de M&R kon opwarmen. Allee, waar was van zo Starbucks, Burger King, KFC toestanden. Dus daar gevraagd om haar melkje op te warmen, dat was geen enkel probleem. Dat heb ik ook met heel veel plezier gedaan. Maar ook was moe, had honger en wou niet denken. Dus dat was niet zo handig. Ik heb dat daar dan echt zo 20 minuten geprobeerd. Toen dacht ik geef het op. En dan dacht ik, we gaan verder rijden, want ze had dan nog een beetje slaap, ze had dan wat minder moe zijn. En dan ben je het bij de volgende mogelijkheid terug afgereden, want ik moest nog tanken ook. En ja, het was daar dan echt niet echt zoveel plek om binnen te zitten. Dus in mijn auto melk gegeven terwijl het buiten aan het gieten was. Ik wou ze ook nog kakken doen. En ik dacht, ja, ik kan hier, dit kan haar toch niet nog een uur in de auto in een kakpamper laten zitten. Dus ik heb dan zo'n plastic boodschappentas op mijn zetel gelegd. En haar daar op geverfd. Maar het was dus niet ideaal. En ja, vanaf dat ze terug verversd was, heeft ze weer en gedronken had, was ze weer happy en heeft ze weer de rest van de tijd geslapen. Maar daardoor waren we dus niet zo op tijd thuis. Het was nu 9 uur als ze tegenover thuis kwam. En natuurlijk is ze nu super wakker. Ze ligt nu te spelen op de speelmat. Het was buiten te doen. En opeens begon het te gieten, dus ik heb nog nooit zo hard van mijn leven naar een afdak gerend. Omdat, Biggie was niet echt waterproof op dat moment. En nu ben ik haar luiertas aan het resetten, want morgen gaan we naar Sea Life in Blankenbergen. Ik ben meestal niet zo mega fan van zo's of aquaria. Maar ze hebben deze zomer een samenwerking met Animal Crossing. Dus dat wil ik graag zien. En ik was ook echt al lang aan het twijfelen. Omdat ik denk dat ik dat ook wel echt leuk ga vinden. De visjes kijken en zo. Dus daar gaan we naartoe. Maar een dolfinarium of zo zou ik nog steeds niet doen. Maar ik hoop dat Sea Life wat meevalt van plek voor dieren en en alleszins. Ik denk niet dat ze orca shows of zo doen. Of zeehondenshows of dolfijnenshows. Ik hoop zo hard van niet. Ik heb me daar eigenlijk iets te weinig over ingelezen. Ik zag Animal Crossing staan en ik dacht, we gaan. En ik heb geleerd als je alleen op stap bent, mijn baby, dat het niet zo makkelijk is om naar het toilet te gaan. Want in de meeste kotjes kan je niet echt een buggy meedoen. Dus ik vind dat ook een beetje vreemd. En ja, je moet wel pipi doen. Dus in de IKEA heb ik het even gevraagd aan een vrouw die stond te wachten op iemand. En dat was eigenlijk de enige keer dat ik pipi heb gedaan vandaag onderweg. Een beetje TMI. En ik weet eigenlijk niet, ik heb nog niet getest of dat toiletten voor mensen met een beperking groot genoeg zijn om een buggy in binnen te rijden. Groen is dan zo'n partij die zo'n dag organiseert en heel wat kinderanimatie voorziet voor kindjes, maar ook opvang voor kindjes vanaf 3 jaar. Dus als je als mama en papa als sprekers wil zien, zonder dat iemand de hele tijd zaagt om op een springkasteel te gaan springen, dan kan dat.
Zij heeft gewoon flink meegeluisterd. En ja, ik ben met de auto geweest en dat heeft verschillende redenen. De eerste reden is dat er gewoon een super slechte verbinding is vanuit de Westhoek naar Vilvoorde. Tweede reden is dat het station nog op 2 kilometer was. De plek waar dat het event georganiseerd was nog op 2 kilometer was van het station. Ideaal om te doen met een blue bike of om te voeten doen als je goede wandelbenen hebt. Maar niet met een baby. En 3, het was best wel een warme dag, de helft van de dag. En als je dan op een trein zit met een baby zonder airco, gewoon de hel. Dus ik dacht, we gaan het simpel houden en gewoon rijden. En ik kon misschien mee carpoolen met een lokale groep. Maar het probleem is dat ik wou stoppen als ik moest stoppen omdat ze drinken nodig had. En dat dan een beetje moeilijker is als je volk mee hebt of als jij mee bent met mensen. Goedemorgen, we zijn vandaag zondag. Het is toch wel altijd raar hoe ik mijn emotionele momentjes heb s'avonds in mijn bed. Allee, dat is niet zo raar, want dat is zo'n moment dat echt je brein stilstaat. Dus ik heb ook extra knuffels en liefde gegeven gisteravond. Want ik had het nodig. Maar vandaag gaan we onze gedachten afleiden in Sea Life. Aangekomen in Blankenbergen. In de auto terug onderweg naar huis. Neem de E403 A17 en A19. Rechts afslaan naar N31 Zeeland. De bloemenparade was echt mooi. We zijn terug thuis en ik ben best wel moe, maar het was wel een leuke dag. En ook weer een goede dag om niet bezig te zijn met alles die gaande is. Ik heb trouwens gemerkt als ik wat langer wandel, dat ik zo op de plek waar het zit wel wat pijn krijg aan die spier. Misschien dat dat een beetje erop drukt of zo, geen idee. Aangezien ik morgenochtend vroeg uit moet voor de PET-scan en ze morgenmiddag niet mag aanraken, gaan we nu een badje. Allee, zij, want ik heb geen bad. En dinsdag zou ook wel kunnen, maar ik weet niet of ik dinsdag tijd heb daarvoor. Dus we gaan het nu doen. Misschien ook nog een kleine babymassage. Nog even tandjes poetsen en dan klaarmaken voor de nacht. Want morgen moet ik er heel vroeg uit voor de PET-scan. Om 5:30 zodat ik ze nog naar mijn ouders kan brengen. En op tijd naar het ziekenhuis kan vertrekken. Ik had ook ervoor kunnen kiezen om ze vannacht daar te laten slapen, maar ik wou ze gewoon heel graag bij mij hebben vannacht. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in een volgende vlog weer. Doedels!